Breda Nu. Je weet het meteen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe straatvraag. Deze keer zijn wij Breda ingegaan met de vraag: hoe vier jij Bevrijdingsdag? Hoe vieren jullie Bevrijdingsdag? Altijd eigenlijk, toch? Waar dan? Ja, in Rotterdam of zo, naar een festival. Ja. Ik vier het dit jaar niet, want nee, ik moet leren voor mijn examen. Nou, een feestje natuurlijk. Ik kom zelf uit Zeeland, dus daar in Vlissingen hebben we altijd, Bevrijdingsfestival in Vlissingen dan, zeg maar. En daar vier ik het meestal. Nou, ik moet helaas werken heel de dag, maar het is niet anders. En gaat u nog iets doen? Ik denk dat ik met mijn man lekker met de cabrio ga toeren. Wat doe jij met Bevrijdingsdag? Thuis zitten, denk ik. Weet ik niet. Ga je niet naar een bevrijdingsfestival? Nou, ik weet niet echt waar die zijn of waar dat dan is. Wat gaan jullie doen met Bevrijdingsdag? Ik niks. En jij? Helemaal niks. Ik ook eigenlijk helemaal niks. Allemaal niks. Gaan jullie ook niet gezellig samen dan wat doen? Ja, misschien naar zo'n bevrijdingsfestival, maar voor de rest niks. Een bevrijdingsdag, ja, dat vieren wij meestal gewoon thuis. En gaat u dan ergens naar kijken op tv? Ja, als er iets op televisie is, dan kijk ik daar wel naar, dat klopt, ja. Wat gaat u doen daar op het festival? Dit jaar kwam, even nadenken hoe hij heet hoor. Lafwente volgens mij, ik weet niet, die kwam volgens mij draaien en daar ga ik dan naartoe, dus ja. Nou, hartstikke leuk, veel plezier. Ja, dus heel de dag is daar een stage met allemaal house muziek en dan ga ik daar gewoon een beetje feesten, dus ja. Breda Nu. Je weet het meteen.